Hoi, mijn naam is Sophie, 18 jaar en afkomstig uit Gent. Momenteel is ik mijn 7 jaar en 35 jaar gestorven. Mijn grootste passie is schoolbal. Na mijn fouten speel ik niet meer op hoog niveau. Mijn deelname wil ik aandoen dat sporten op elk niveau voor iedereen is. Dat ze verscoren als hetero of gay, maar laat mijn sport al de way. Hey, mijn naam is Simon, 19 jaar en afkomstig uit de West-Vlaamse Ingelmensen. Ik ben afgestudeerd als een jongeren, maar volg nu nog een specialisatiejaar thuis en bejaardenzorg. Toen ik op 16-jarige leeftijd buiten de kast kwam, heeft mijn mama mijn kopbouw niet aanvaard en was ik thuis niet langer welkom. Dit heeft mijn leven deels veranderd, maar ben er sterker uitgekomen. Met mijn deelname wij gaan wel graag mensen helpen en ondersteunen die op deze leeftijd niet kunnen om buiten te houden. Want love is too beautiful to be hidden in a closet. Hallo, mijn naam is Josie, 24 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Oosterzeeën. In het dagelijkse leven werk ik als metaalarbeider in Overdrugs Gent. Ook ik weet als geen ander hoe het voelt om gediscrimineerd te worden op basis van uiterlijk. Door het ideaal schoonheidsbeeld hebben mensen met een maatje meer het nog moeilijker om uit de kast te komen. Met mijn deelname wil ik daar verandering in brengen. Groot, klein, dik of dun, maten maken altijd fun. Goedenavond, mijn naam is Bart, ik ben 32 jaar en afkomstig in het Oost-Vlaamse Friesland. Ik werk binnen een woonzorgcentrum waar ouderen wel kunnen genieten van een oude dag. Helaas zijn er ook uitzonderingen, meer bepaald bij bolivies en transgenders. Zij moeten vaak noodgedwongen opnieuw in de kast. Dit, het schrik om uitgesloten te worden door andere bewoners of door minder goede zorg te krijgen van medewerkers. Via mijn deelname wil ik dit onderwerp meer bespreekbaar maken, want rimpel minder of meer, gelijkheid met telkens weer.